Goedenavond. Ik zie dat ik hetzelfde als gisteren heb. Nou, we zijn wel live, maar dan staat er uitzending mislukt. Maar we zijn live, dus dat komt helemaal goed. Goedenavond, welkom allemaal. Het is donderdag 13 oktober alweer. Het webinar met Sabine Hess. En we gaan kijken naar de Kiba-stappen. Kiba, dat is een stappenplan en een methode eigenlijk, hè, die jij zelf hebt verzonnen, Sabine. Dan ga je ons vanavond in meenemen met praktische oefeningen, zodat we er ook echt met pen en papier mee aan de slag kunnen. Dus ik zie al dat mensen ons kunnen horen. Heel fijn. Dankjewel dat jullie het even laten weten. Als je vaker webinars volgt, het is hetzelfde. Ik geloof heel erg in vragen stellen. Ik hou de chatbox in de gaten. En als er vragen zijn, dan stel ik die op het juiste moment aan Sabine. Je mag ook tussendoor vragen, je kan Sabine later ook nog mailen. Dat is juist de bedoeling. We willen kennis delen, we willen dat deze kennis de wereld ingaat. Dus maak er ook vooral gebruik van. En ik wil eigenlijk beginnen met wat vragen aan jou, Sabine. Wil je allereerst even wat vertellen over jezelf, over wie je bent en wat je doet? Ja, nou, hartstikke leuk dat ik in dit webinar ben, Josje. Ik vind het echt ontzettend leuk om, om op deze manier kennis te delen en met alle stroomversnellers. Dat vind ik echt heel erg leuk. En mijn verhaal begint eigenlijk op het moment dat ik een burn-out had. Dat is alweer, volgens mij in 2002, dus heel wat jaren geleden. En mijn burn-out is gekomen omdat ik mij als kind heel erg heb aangepast. Ik leg dat heel vaak uit aan de hand van de metafoor van de Maya Briggs. En die zegt van, nou, als je geboren wordt, nou, dan ben je van nature, in mijn geval, rechtshandig. En als je dan begint met knippen, plakken, schrijven, kleuren, ja, dan ga je op een gegeven moment wel wat experimenteren. Maar dan, ja, dan uiteindelijk, in mijn geval, doe je alles met rechts. En dan kun je op een gegeven moment in je leven besluiten, ik ga met links schrijven. En als je dan maar goed je best doet, hard werkt, doorzet, dan kun je op een gegeven moment wel net zo goed met links schrijven als met rechts. En toch zal met rechts dan altijd gemakkelijker gaan, omdat het van nature bij je past. En dat is in mijn leven eigenlijk gebeurd. Ik ben heel erg bezig geweest om heel goed mijn best te doen om met links te schrijven. En uiteindelijk heb ik dat niet volgehouden. En toen heb ik in 2002 een behoorlijke burn-out gehad. Maar dat was voor mij wel mijn wake-up call. Want ik was zo ver van mezelf verwijderd geraakt. Dat ik ook niet meer wist wie ik was en wat ik wou. En ik had echt zoiets van, nou, ik moet eerst maar even ontdekken wie ben ik en wat wil ik. En toen is NLP op mijn pad gekomen, neurolinguistisch programmeren. En dat heb ik vooral eerst gedaan om weer te ontdekken van wie ben ik en wat wil ik eigenlijk en wat kan ik eigenlijk goed en wie is Sabine Hess. En ik vond dat zo leuk, de NLP. En je kan er ook in door, in trainer en coach worden. Dus dan heb ik eigenlijk een heel omscholingstraject gedaan om ook als trainer en coach te werken. En in die periode heb ik ook ontdekt dat ik meer begaafd en hoogsensitief ben. En dat wilde ik in het begin echt helemaal niet horen. Want ik had juist altijd zo mijn best gedaan om normaal te zijn, wat normaal dan ook maar is. En om mij juist heel erg aan te passen aan de verwachtingen van anderen. En dan was ik ineens weer iets. Dus dat heb ik best wel even in de ijskast gezet. Maar ja, dan komt het natuurlijk al door op je pad. En op een gegeven moment toen ben ik daar ook boeken over gaan lezen. En ja, en in het begin was het nog zo, er stonden er van die lijstjes. Van, nou, hè, dit zijn dan de kenmerken van hoogbegaafd en hoogsensitief. En als ik dan 10 ja had en 2 nee, dan waren die 2 nee reden om te zeggen dat ik het niet was. En ja, maar op een gegeven moment dan kun je daar ook niet omheen. En nu inmiddels heb ik het ook tot mijn kracht. Kan ik het nu als mijn kracht inzetten. En in die periode heb ik ook ontdekt dat trainen en coachen iets is wat gewoon bij me past. Dat heb ik eigenlijk nooit echt hoeven leren. Het was iets wat er al in zat. En wat ik ook heel erg leuk vond om te doen. Want ik heb al mijn opleidingen gedaan in mijn burn-out periode. En het is ook niet zo dat je als je burn-out bent, dat je niks moet doen. Maar dat je juist weer moet opzoeken waar heb ik plezier in. Wat inspireert me? Waar krijg ik energie van?
En ik kreeg dus heel veel energie van trainingen volgen, maar ook om trainingen te geven en in opleidingen te assisteren. En zo ben ik ook achtergekomen dat trainen en coaching is wat ik heel erg leuk vind om te doen. En ja, zo ben ik in 2005 met mijn eigen bedrijf gestart. Ik heb eerst vooral in het bedrijfsleven gewerkt en pas later ben ik NLP-trainingen gaan geven. En dat heeft zich nu inmiddels ook weer ontwikkeld, want ja, ook NLP is niet overal het antwoord op, al is het echt een heel mooi fundament. Maar ik werk ook met het systemisch werken, met transactionele analyse, maar ook vooral intuïtieve ontwikkeling, spiritualiteit en de law of attraction. En dat ben ik nu in een nieuwe methode aan het voegen. En dat wordt de Kiba-methode of de Kiba Stepping Stones. Ik ben er eerlijk gezegd ook nog niet helemaal uit hoe dat vorm gaat krijgen. Maar ik geloof wel heel erg dat als jij kunt zijn wie je bent en dat kunt uitdrukken in de wereld, dat je dan het gelukkigst bent en dat je leven dan het meest moeiteloos gaat. En dat je daarmee anderen ook uitnodigt om hetzelfde te doen. Dat is eigenlijk ook wat ik heel graag wil. Ja, die hebben we gehoord. Hè? Dat is de titel ook van vanavond. Ja. Fire the same. Ja, klopt. En jij geeft nu trainingen, hè, aan de hand van de methode ook. De NLP-opleidingen, doe je die nog steeds? Ja, ik heb nu wel een nieuwe opleiding ontwikkeld. Dat heet nu nog de NLP Combi Plus. Dat is een combinatie van de oorspronkelijke practitioner en master practitioner. Maar ik train dat heel erg ook juist vanuit dat science niveau. En die Kiba Stepping Stones zitten daarin verwerkt. Ook het systemisch werken en mindfulness. Want dat is, ja, ik vind het een hele mooie combinatie om je onbewuste en je bewuste tegelijkertijd te trainen. Omdat ik heb gemerkt, uit mijn ervaring blijkt, dat je dan ook het snelst ontwikkelt. Zowel persoonlijk als spiritueel. Nu heet dat nog de NLP Combi Plus en het is allemaal wel heel erg in ontwikkeling. En dat is een jaartraining die ik geef. Ja, dat is wel leuk, ja. Want ik heb jou vaker horen spreken de laatste tijd. Wat is jouw missie? Waar geloof je echt in? Ik geloof heel erg in dat je via bewustwording en dat je eigenlijk je onbewuste bewust maakt. En dat als jij helemaal mag zijn wie jij bent en jezelf ook mag uitdrukken in deze wereld waar je eigenlijk voor bedoeld bent. Dat je dan gelukkiger wordt, dat er meer harmonie is. En als je... als je ook stopt met oordelen over jezelf en anderen, dat er dan ook rust en vrede kan ontstaan. Want eigenlijk is dat mijn allerhoogste missie om... Nou, hè, ik zeg altijd van hemel op aarde is geen plek die je moet zoeken. Het is een plek die je zelf kunt creëren. En ik geloof ook heel erg in de uitspraak van Gandhi van be the change in the world you want to see. Dus wat wil jij veranderd zien in de wereld en doe dat eerst zelf. En als je dat doet, en, nou ja, dan heb jij effect op je omgeving. En als je anderen uitnodigt hetzelfde te doen, ja, dan geloof ik echt in vrede en harmonie op aarde. Dat is eigenlijk waar ik het voor doe. Dat iedereen echt mag zijn. En al zijn maskers durft af te doen. Prachtig. Ja. Daarmee jij natuurlijk. Want als jij kan doen wat je hier te doen hebt, dan geef je dat ook aan jezelf. Ja, dat is voor mij ook een zoektocht. Eigenlijk ben ik mijn eigen ideale klant. Hè, want als je dan ondernemer bent, dan heb je, hè, dan is het belangrijk om naar je... Hè, wat vind jij leuke klanten? Wat is jouw ideale klant? En wat ik zelf merk is dat... dat is ook volgens mij een onderdeel van mijn missie. Dat alles wat ik leer, dat geef ik door. En heel veel processen die mensen doormaken, en daar heb ik vroeger wel heel veel moeite mee gehad. Ik ben ook heel eenzaam geweest. Omdat je eigenlijk altijd net iets voorloopt op de rest. En dan maak ik zelf een proces door en dan moet ik dat zelf oplossen. En dan weet ik dat. En dan kan ik het dus ook weer doorgeven. Ja. En ja, dat heb ik vroeger wel heel moeilijk gevonden. Nu nog wel eens. Want soms denk ik ook wel, is er dan niemand die mij kan trainen? Maar het is wel zo. In de zomer is er ook iets gebeurd. Denk ik van, dan ga ik zelf ook weer door een heel proces.
Maar door het dan weer met mensen te delen, dan merk je dat mensen daar ook weer wat aan hebben. En dan doet het me ook wel weer heel erg goed. Ja, mooi. Ja. De stappen. Ja. Handig als je als kijker even pen en papier bij de hand houdt of gewoon een Word-document opent, kan natuurlijk ook. Laten we het zo afspreken. Ik zet even mijn camera en mijn microfoon uit. Dan hebben we alle aandacht op jou. Ik ben er gewoon, dus als er iets is, trek aan de bel. Ja. Voor iedereen die kijkt en luistert, heb je vragen, zet ze gewoon in de chatbox. Ik zal ze niet meteen er doorheen knallen, maar zodra jij even uitverteld bent, zal ik je vragen doen. En maak vooral van die gelegenheid gebruik. Ik vind het vaak zo zonde dat mensen dan, weet je, iedereen heeft zijn eigen situatie. En als je die nou stappen gaat vertellen en je hebt het gevoel, nou, hartstikke leuk, maar hoe zit dat dan in mijn situatie? Vraag dat dan alsjeblieft. Ja, ik ga geluid en microfoon uitzetten. Ik heb een microfoon en camera. En ik wil je heel graag uitnodigen om jouw stappen te delen. En ik ben er gewoon, dus ik hoor wel weer wanneer ik jou nodig ben. Oké, dankjewel Josje. En als je in de chatbox ziet dat iemand echt een vraag heeft, dan mag je me altijd onderbreken. Want ik ben heel goed in vooral heel veel vertellen, heel veel kennis delen. Dat is ook echt mijn passie om ja, alles wat ik weet, alles wat ik heb ervaren, om dat te delen en door te geven. Dus je mag me altijd onderbreken. Het webinar gaat over de 5 stappen waarin jij jezelf kunt uitdrukken. Hoe wordt jouw bedrijf, want ik ga ervan uit dat het de meeste ondernemers zijn die op dit moment luisteren. Maar ook als je in het bedrijfsleven werkt, hoe kan jouw werk een uitdrukking worden van wie jij werkelijk bent? En ik heb daarvoor de Kiba Stepping Stones, wat stappen. En ik wil met jullie vandaag dan een aantal die stappen doornemen, maar op een hele concrete, praktische manier. Dus nou ja, pak inderdaad pen en papier erbij of open een Word-document of iets dergelijks. En schrijf lekker met me mee, want dan heb je aan het eind ook echt een concrete stap die jij morgen, in ieder geval deze week, al kan zetten. Ik doe ook even de camera uit, want ik begin met een hele korte afstemoefening en dan zet ik de camera weer aan. Op het moment dat ik de camera uitzet, dan mag je ook even je ogen sluiten. Je mag je ogen sluiten en je aandacht richten op je ademhaling. Adem rustig in. En uit. En neem dan eens contact op met waarom jij ondernemer bent geworden. Jij wilt graag iets in de wereld zetten. Waar droom jij van? Wat inspireert jou? Wat is jouw drijfveer? Wat wil jij graag als ondernemer neerzetten? En dan mag je je ogen weer openen en schrijf maar op wat jouw droom is, wat jij het liefste zou willen neerzetten in jouw onderneming. Of in jouw werk.
En als je dat leuk vindt, mag je dat ook in de chatbox zetten. Zodat wij ook kunnen zien wat jouw droom is, wat jij graag als ondernemer in de wereld wilt zetten. Nou, als het goed is, dan zien jullie mij leren. Je hebt als ondernemer een droom, dat kan niet anders. Hè? Want anders ga je niet voor jezelf beginnen. Hè? Jij wilt met jouw kwaliteiten en met jouw inspiratie wil jij de wereld een beetje mooier maken. En dat is ook direct de eerste stap. En hoe kun jij jezelf uitdrukken in de wereld? En dat is de K van kwaliteit. Hè? De Kiba Stepping Stones. Dat is de K, de I, de B en twee keer de A. En daar zal ik straks dan nog verder wat over vertellen. Maar de K staat voor jouw kwaliteiten, jouw innerlijke kracht. Want jij hebt kwaliteiten niet voor niets. En iedereen heeft kwaliteiten. Echt niemand uitgezonderd. En kwaliteiten is ook iets wat je echt van nature hebt. Er is natuurlijk altijd een discussie over het nature en nurture verhaal. Maar ik heb zelf twee dochters van 8 en van 10. En ze hebben echt elk hun eigen kwaliteit. Dat zijn echt twee hele verschillende meiden. Terwijl mijn man en ik, we hebben ze samen opgevoed. En in die zin hebben we niet heel veel anders gedaan bij de een dan bij de ander. En ze hebben elk heel iets eigens wat ze in de wereld zetten. En dat geldt voor iedereen. En het is ook de bedoeling dat jij je kwaliteiten leeft en deelt met de wereld. Want dat is juist de bedoeling. Als jij wilt weten wat je wilt, als jij jezelf wilt uitdrukken in de wereld, zijn je kwaliteiten daarin een hele belangrijke richting aanwijzen. Want kwaliteiten die worden in het Engels bijvoorbeeld gifts genoemd. Geschenken. En dat zijn het ook werkelijk. Het zijn geschenken voor jezelf. Want als jij je kwaliteiten leeft, dan zit je in een flow. Dan gaan dingen moeiteloos. Dan heb je ook het gevoel dat je zingeving hebt in je leven. En als je je kwaliteiten niet inzet, dan ben je vaak bezig met de waan van de dag. Of dat zijn er van die dagen dat je heel hard hebt gewerkt en toch niet het gevoel hebt dat je zinnig bezig bent geweest. Dus gifts, het zijn geschenken voor jouzelf om moeitelozer te leven, om meer betekenis te geven aan je leven. Maar het zijn ook geschenken aan de wereld. Want jij bent het geschenk in de wereld. Als jij je kwaliteiten leeft, dan maak jij daarmee je kwaliteiten mooier. En dat is stap 1. Pak weer je pen en papier bij de hand of je Word document of iets anders. En schrijf maar eens op. Wat zijn jouw 5 kwaliteiten in jouw werk als ondernemer of in je werk als je in een bedrijf werkt? Wat maakt jou bijzonder? En wees daar niet te bescheiden over. Vaak doen we heel bescheiden over onze kwaliteiten. Ja, dan vaak is het ja, maar dat is toch heel gewoon of dat is toch niet zo moeilijk. Eigenlijk zijn dat juist hele belangrijke aanwijzingen voor jouw kwaliteiten. Dus schrijf maar eens op. Wat zijn 5 kwaliteiten die jij inzet, waar je vaak complimentjes over krijgt? Wat jou echt bijzonder maakt? En wat nog wel even leuk is om erbij te vertellen, dat iedereen is bijzonder en bijzonder zijn is niet hetzelfde als beter zijn. Jouw kwaliteiten, als jij je kwaliteiten inzet, dan gaat het nooit ten koste van een ander. Want iedereen is bijzonder en niemand is per se beter. Jij bent bijzonder door jouw kwaliteiten en daar mag je trots op zijn. En vaak doen we veel te bescheiden over onze kwaliteiten. Dus schrijf maar eens 5 kwaliteiten op. Wat maakt jou bijzonder? Wat maakt jou uniek? Wat kun jij goed als ondernemer? Waarvoor ben jij je bedrijf gestart? En wat wil jij aan kwaliteiten met mensen delen?
En hoe gemakkelijk kun je je kwaliteiten opschrijven? Vind je dat nog best lastig of gaat het je heel gemakkelijk af? En je kunt ook na dit webinar, kun je dus ook aan andere mensen vragen. Wat vind jij goed in mij? Ik doe in mijn opleiding heel vaak op de oefening, vragen 25 mensen 3 kwaliteiten. En dat is echt heel erg leuk om te doen. Je moet soms even een drempeltje over. Maar als dan al die kwaliteiten in je mailbox komen in binnenrollen, dan is het echt heel erg leuk. Nou, dat is stap 1. Hè, welke kwaliteiten wil jij de wereld inzetten? Jouw kwaliteiten zijn belangrijke richtingaanwijzers om te weten wat je wilt. De volgende stap is de I van intuïtie. Want om te weten wat je wilt, maar ook om te doen wat je wilt, is het heel belangrijk om contact te hebben met je intuïtie. Ik noem het ook wel je innerlijke mentor ten opzichte van je innerlijke criticus. En ook wel je innerlijk kompas. Als jij heel erg durft te vertrouwen op je intuïtie, dan ontvouwt zich ook de stap en dan komen de mogelijkheden ook naar je toe. En dat is ook weer de law of attraction waar ik straks ook nog even iets over ga vertellen. Maar het is heel belangrijk om echt contact te hebben met jouw intuïtie, jouw innerlijke mentor. Want die wijst jou ook letterlijk de weg. En ik heb een hele eenvoudige oefening om, als je nog niet zo gewend bent om met je intuïtie te werken, is dat eigenlijk de eerste stap om te leren vertrouwen op je intuïtie. En daarvoor doen we weer een hele korte afstemoefening, waarbij ik weer even de camera uitzet, want dat vind ik zelf ook prettig aan, dan kan ik zelf ook even mijn ogen sluiten. En dan laat ik je ervaren hoe je contact kunt maken met je intuïtie, met je lichaam, om antwoord te krijgen. En je lichaam in die zin liegt nooit. Hè. Je hoofd die kan van alles verzinnen, maar je lijf, je intuïtie, je innerlijke mentor, die weet eigenlijk altijd het antwoord. En dit is de eerste stap. Dus je mag je ogen weer sluiten. Doe ik ook even de camera uit. En dan mag je eerst weer contact opnemen met je ademhaling. Adem rustig in. En uit. Voel hoe je lichaam wat ruimer wordt bij de inademing. En ontspan je lichaam bij de uitademing. En herinner je dan een situatie die niet goed voor je is. Bijvoorbeeld een keuze die je hebt gemaakt, waarvan je eigenlijk ook van tevoren wel wist dat het niet goed zou komen en dat dat gevoel ook klopte. Dus neem een ervaring die niet goed voor je is geweest. Of je kiest iets anders waarvan je zeker weet dat het niet goed voor je is. En herinner je dat maar levendig. Dat wat niet goed voor je is. En voel het gevoel daarbij. Hoe voelt het als je contact hebt met wat niet goed voor je is? En waar zit dat gevoel in je lichaam? En bij de meeste mensen voelt dit gevoel wat zwaar.
dan mag je dit loslaten, dat beeld mag je laten verdwijnen. En het gevoel in je lichaam mag je je aandacht bij weg laten drijven. Want we gaan nu naar een ervaring die juist heel goed voor je is. Een keuze die je hebt gemaakt, waar je van tevoren heel geïnspireerd over was, er echt in geloofde. En wat ook uitgekomen is. Of je neemt iets waarvan je zeker weet dat het goed is voor je lichaam. Iets waar je blij van wordt. En beeld je dat ook maar levendig in. Zie het voor je. En voel dan maar in je lichaam waar dit gevoel zit. En hoe dit gevoel voelt. En voor de meeste mensen voelt dit licht. Dus je hebt nu twee plekken in je lichaam. Een plek die waarschijnlijk wat zwaarder voelt. En een plek in je lichaam die licht voelt. En je kunt nu, als je een beslissing moet nemen of ergens zekerheid over wilt hebben, kun je dit aan jezelf vragen. Neem je in gedachten de keuze, de richting die je op wilt. En dan kun je aan je lijf vragen, aan je intuïtie, je innerlijke mentor. Of het een licht gevoel geeft of een zwaar gevoel geeft. En misschien sta je nu wel voor een keuze. En als dat zo is, voel dan maar alleen in je lichaam of die keuze je licht maakt, je inspireert. Of dat die keuze zwaar voelt. En dan mag je je ogen openen en dat opschrijven. Voelt je keuze licht? Of voelt je keuze zwaar? Nou, misschien kun je in de chatbox laten weten of jouw keuze licht voelde of zwaar voelde. En welke informatie jou dat geeft. En dan ga ik zelf ondertussen door naar de volgende stap. Dat is de B van blij. Wat maakt jou blij? Wat inspireert jou? Waar hou je van? Ja, als jij echt wilt weten wat je wilt, die vraag die stellen heel veel mensen. Zo van ja, hè, dan staan ze op een kruispunt in hun leven. Wat wil ik nou precies? En een van de belangrijke antwoorden is, waar word ik blij van? Wat inspireert me? En die vraag hebben we natuurlijk in het begin ook gesteld. Hè? Want jij hebt natuurlijk een inspiratie omdat je zelfstandig ondernemer bent geworden. Of omdat je in je werk heel graag iets wil neerzetten. Dat is wat jou werkelijk inspireert. En het helpt soms ook door de vraag andersom te stellen. Als je echt niet weet wat je wilt, of als je het moeilijk vindt om te ontdekken wat je passie is en waar je blij van wordt, dan kan je de vraag andersom stellen. Bijvoorbeeld, waar erger jij je nou het meest aan? Wat in de wereld of in de organisatie of in je omgeving, waar maak jij je nou echt kwaad over? Wanneer kun je echt je mond niet houden? Wanneer heb je het gevoel van, nu moet ik echt iets zeggen? Dit kan echt niet. Want daar zit heel vaak jouw passie en jouw inspiratie. Dat wat jij echt
onacceptabel vindt in de omgeving, waar je boos over kan worden, als je dat omdraait, dat is waar jouw passie ligt. Want woede heeft natuurlijk ook ontzettend veel kracht en er zit ook heel veel passie onder. Dus als jij wilt weten wat je wilt, hè, als je wilt weten wat je ziel graag wilt, dan is dat heel erg, ja, wat maakt me blij? Wat geeft mij vreugde? En het is ook heel belangrijk, dat is ook een onderdeel van wat maakt mij blij, dat je heel erg gaat leven vanuit zijn, doen en hebben. En ook in de volgorde van boven naar beneden, zijn, doen en hebben. Want de meeste mensen die leven andersom. En helemaal in onze maatschappij waarin het consumentisme hoogtij viert, alle reclames zijn er heel erg op gericht van dat je iets moet hebben en dan word je gelukkig. En wat willen we hebben en wat gaan we dan precies doen? Dat is heel vaak de volgorde. De meeste mensen leven van beneden naar boven. Ik wil iets hebben en wat ga ik daarvoor doen? Andersom leven geeft eigenlijk veel meer vreugde en veel meer voldoening. Want we leven nu ook heel erg in een maatschappij waarin we juist heel veel hebben. Nou, als ik jou morgen vraag, bijvoorbeeld jij bent morgen jarig en ik ga jou vragen wat wil je hebben voor je verjaardag. Dan zeg je waarschijnlijk, oh dat weet ik eigenlijk niet. Eigenlijk heb ik alles al. Kom maar gewoon, dat is al gezellig genoeg. Dus juist in een samenleving waarin we heel veel hebben, merk je dat het hebben niet de voldoening geeft. Je hebt een huis, je hebt een baan of een eigen bedrijf. Je hebt misschien kinderen, vrienden, sport, hobby's. Je kunt jezelf ontwikkelen. Eigenlijk is je leven zo gek nog niet. En heel veel mensen hebben toch het gevoel dat er iets ontbreekt. Dat ze net niet helemaal tevreden zijn. En dat komt omdat het contact met het zijn kwijt is geraakt. Als je heel erg richt op, ja, wat maakt me blij? Wat vind ik nou belangrijk? Wat inspireert me en waar hou ik van? En hoe creëer ik dat in mijn leven? En wat ga ik dan doen om dat te krijgen? En daar zit ook de A van actie in. Van wat kun jij doen om te krijgen wat je heel graag wilt? En dat zijn vaak niet de materiële dingen. Dat kan wel, maar dat valt dan weer onder het stukje doen. Vaak zijn we op zoek naar harmonie, vrijheid, rust, zelfstandigheid, schoonheid, vreugde, liefde. Dat zijn eigenlijk de belangrijke waarden die wij in ons leven vervuld willen hebben. En van daaruit is het ook veel makkelijker om te doen. Want de meeste mensen hebben geleerd van oké, dit is mijn huidige situatie, wat is mijn doel, wat wil ik bereiken en welke stappen ga ik dan zetten. Dat is vaak zo'n rondje die je heel erg leert. Ik sta hier, ik wil daar naartoe en wat ga ik dan doen en wie heb ik nodig. Maar als je niet goed weet wat je wilt of daar heel erg in zoekende bent, dan werkt dat rondje niet. En dan is het heel erg belangrijk om juist bovenaan te beginnen. Wat wil ik in de wereld zetten? Wat is mijn passie? Waar hou ik van? Waar word ik blij van? Waar word ik gelukkig van? Wanneer zit ik in een flow? En wat kan ik dan doen? En dan gaat ook die law of attraction in werking. Want door de grootst mogelijke eerste stap te zetten, zet je al iets in beweging. Als jij rust wil, wat kan jij dan doen wat jou deze week of misschien vanavond al rust geeft? Als jij harmonie wilt, wat kan jij dan nu al doen om meer harmonie in je leven te creëren? En dan kom ik straks bij de avond actie kom ik daar nog op terug. Maar je mag nu opschrijven, wat is jouw passie? Waar hou je van? Van wie hou je? Waar zou je graag meer tijd aan willen besteden? Wanneer zit je in een flow? En dan zet ik even de camera uit en geef ik je even een minuut om op te schrijven wat jij heel graag zou willen. Wat jou inspireert. Wanneer jij in een flow zit. Je mag het best eenvoudig maken. Je weet wel wanneer jij in een flow zit. Je weet wel wat jou vreugde geeft en plezier geeft.
En hoe meer contact je hebt met je waar ik, met je intuïtie, met je lichaam, hoe gemakkelijker het wordt. Om te ontdekken waar je blij van wordt, wat je inspireert en waar je passie ligt. Nou, misschien gaat het wat snel, maar ik wil toch ook wel graag door. En je kunt, hey, je hebt de vragen heb je op je papier of in je Word document. En dan kan je na dit webinar, kun je dat eventueel ook nog wel aanvullen. Nou, je hebt nu opgeschreven, ja, waar hou je van? Wat inspireert je? Wat is je passie? Wat vind je leuk? Wanneer zit je in een flow? En dat is de stepping stone, de B van blij. De volgende stepping stone is de A van je angsten onder ogen zien. Want kies maar één ding uit wat je net hebt opgeschreven, waar je blij van wordt, waar je plezier in hebt, waar je van houdt. Kies daar maar eens eentje uit. En voel maar wat je voelt als je dat hebt uitgekozen. Ja, vaak voelt dat licht, voelt dat blij. En nou schrijf je op ja, maar. Misschien heb je te weinig tijd. Of te weinig geld. Of heb je nog niet voldoende ervaring? Of ben je bang dat je niet goed genoeg bent? Of ben je bang dat als je dat meer zou doen, dat je niet meer geaccepteerd wordt door anderen? Of wat zullen anderen daar dan wel niet van denken? Heel vaak is het nog niet eens zo heel erg moeilijk om te weten wat je blij maakt, wat je passie is, wat je vreugde schenkt. Wat je heel graag in de wereld neer wilt zetten. Maar heel vaak is er ook een ja maar. En in die ja maar zit je innerlijke criticus. En de kunst is om vriendschap te sluiten met die innerlijke criticus. Want je innerlijke criticus die gaat niet weg. Die is verbonden met je angsten en die is verbonden met je ego. En bij elke nieuwe stap die je zet, bij elke nieuwe uitdaging, elke keer als je uit je comfortzone treedt, en dat maakt echt niet uit waar jij je op je ontwikkelpad begeeft, maar er is altijd dan die innerlijke criticus die om de hoek komt kijken en jou doet twijfelen, jou onzeker doet maken. En die innerlijke criticus die verdwijnt niet, die hoef je ook niet te bestrijden, want dan ben je eigenlijk juist daar weer mee bezig. Het is heel goed om te weten dat jouw innerlijke criticus jou wil beschermen. Vaak heeft de innerlijke criticus de functie van veiligheid en bescherming. En daar kan je je innerlijke criticus ook voor bedanken. En wat je wel kunt leren is dat je je innerlijke criticus minder aandacht geeft. Heel vaak zit je innerlijke criticus achter het stuur. En vaak heeft je innerlijke criticus met je hoofd te maken, met je twijfels en met je angsten. En als je die aan het stuur zet, dan blijf je ook gevangen in de situatie waarin je zit. De law of attraction werkt heel goed als je alleen al je aandacht verplaatst. Dus in plaats van je aandacht te richten op die hele kolom met jamaars, kun je je gaan richten op wat jij graag wilt, waar je van houdt en waar je blij van wordt. Want dat verhoogt automatisch je trillingsfrequentie. En dat is hetzelfde als voelt het licht of voelt het zwaar. De jamaars voelen zwaar en zorgen ervoor dat je in een lagere trillingsfrequentie komt. En als je alleen al de stap zou maken door bij elke jamaar terug te gaan naar waar verlang ik naar en wat inspireert me, dan zal je leven echt veranderen. Dat is een hele belangrijke stap. Je focus verleggen van de jamaar naar je inspiratiebron. En wat er dan gebeurt is, als je contact hebt met waar je blij van wordt, dan ben je open, dan ben je licht. Dan maak je brein letterlijk dopamine aan, dat geeft energie en ruimte. En daardoor heb je ook weer contact met je creatieve vermogens. Want iedereen is creatief. En iedereen kan met zijn eigen hulpbronnen bereiken wat hij graag wil en waar hij van droomt. Want je hebt alle hulpbronnen in je. Maar als je in de angst zit, dan is dat kanaal afgesloten.
Dus juist door in die ruimte te gaan zitten van jouw inspiratie, komen ook de creatieve ideeën. En ongetwijfeld zijn er heel veel dingen die jou tegenhouden. En ik heb ook heel veel interventies en mogelijkheden om die blokkades te veranderen en te transformeren. Alleen dit helpt echt alleen al, door alleen al de switch te maken van ik ga geen aandacht meer geven aan mijn ja maar, ik ga mijn aandacht richten op wat ik heel graag wil bereiken. En dan gaat het allemaal weer stromen. Dan krijg je inspiratie en dan komen ook de ideeën. In de ja-maar-situatie ontstaan nooit oplossingen. Want dan zit je vast. En een hele leuke vraag die je jezelf kan stellen als je toch in de ja-maar zit. Dat je jezelf de vraag stelt. Hoe wordt het beter dan dit? Wat is er nog meer mogelijk? Dus bij elke ja-maar kun je alleen al deze twee vragen stellen. En die zorgen er al voor dat je meer toegang hebt tot je creativiteit. Dat je al meer gaat naar de mogelijkheden. Dus heel belangrijk als je echt gebruik wil maken van de law of attraction. Want hoge trillingen trekken hoge trillingen aan. En lage trillingen trekken lage trillingen aan. Dus hoe meer je in de lage trilling zit, in de angst, in de zwaarte, in de wanhoop, depressie, frustratie, stress, noem maar op. Dan komen er ook nooit mogelijkheden en verlaag je trillingen en is dat ook wat je terugkrijgt van het universum. Op het moment dat je in die hoge trillingen gaat zitten, dan is dat ook wat je aantrekt en dan trek je letterlijk de mogelijkheden naar je toe. En de kunst is om daar steeds meer op te gaan vertrouwen. Nou, daar zijn ook, heb ik ook wel oefeningen en interventies voor. Misschien dat ik dat ook wel in de tweede webinar ga doen. Heel belangrijk is, bij elke ja-maar stel jezelf de vraag, hoe wordt het beter dan dit en wat is nog meer mogelijk? Dan ga je er al uit. Nou, dan komen we bij de laatste stap, de vijfde stap, de A van actie. Schrijf voor jezelf op, wat is de grootst mogelijke kleine stap die ik nu kan zetten? Je hebt contact gemaakt met wat jou inspireert, wat je blij maakt, wat jij als ondernemer graag wilt neerzetten, wat je kwaliteiten zijn. En kies daar nou één ding uit. Wat kan jij vanavond, nou misschien is het een beetje laat, wat kan jij morgen of dit weekend al doen? Wat is jouw grootst mogelijke kleine stap die jij nu kunt zetten? En maak het ook echt zo klein mogelijk dat het haalbaar is. Want vaak stellen we onze doelen te groot. En grootste doelen is natuurlijk helemaal niet erg. De sky is the limit, dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Maar wel als je dan, het kan je ook verlammen dat die stap te groot is. Dat je dus eigenlijk niks meer doet en dat je in de jama's blijft hangen. Op het moment dat jij een hele kleine stap kunt zetten die voor jou realistisch is, dan ga je al in beweging. Als je niets doet, dan blijf je zitten waar je zit. En dan kan het universum ook niet responderen. Die geeft dan alleen maar je angsten en je twijfels terug. Op het moment dat jij de keuze maakt, ik ga die stap zetten, al is het maar een hele kleine, wat is mijn grootst mogelijke kleine stap die je kan zetten? Dan zet je een beweging in gang. Dan kies je daarvoor en dan kan het universum ook responderen. En omdat je zo'n kleine stap zet, dan krijg je ook wat je hebben wil. En als je niet krijgt wat je hebben wil, weet dan, falen bestaat niet. Er is alleen feedback. Dus je zet een stap en het geeft niet het resultaat. Dat is geen falen. Dat is alleen maar een effect van jouw keuze. En als jij bijvoorbeeld meer harmonie wilt, of meer schoonheid, of meer rust, wat kan jij dan nu al doen om dat in je leven te creëren? En als je een stap zet en je krijgt dat niet, dan betekent niet dat je hebt gefaald, maar dat je een andere keuze kunt maken. Zo stem je innerlijke kompas ook steeds beter af. En ga je steeds beter weten hoe je dat wat jij wilt ook in de wereld kan zetten. Als je niks doet, dan krijg je ook geen informatie. Juist door de stap te zetten, krijg je informatie, is dit het pad of niet? En dan kan je je innerlijke mentor, je innerlijke kompas ook weer gebruiken om te voelen, oké, is dit de goede stap? Nee, dan zet ik een andere stap. Maar blijf vooral in beweging, want daar gaat het om. En door een stap te zetten, krijg je feedback, kan het universum responderen en dan kan je steeds beter je koers bepalen. Dus dit zijn de vijf stappen. Wat zijn je kwaliteiten? Maak gebruik van je intuïtie. Wat inspireert jou? Wat maakt je blij?
hoe ga je je angsten onder ogen zien, de ja maars minder belangrijk maken en een stap te zetten. Wat is jouw grootst mogelijke eerste stap? Dus met die stappen kun je aan de slag en zet ook vooral die eerste stap morgen of dit weekend. Zet hem echt en laat je verrassen door het resultaat. Josje, mag ik jou weer bijroepen? Misschien zijn er vragen in de chatbox of ja. Is er wat anders? Prachtig hoe concreet je oefeningen zo waren, dat je echt nu al mee aan de slag kan. Vond ik heel gaaf. Even kijken, we gaan even terug. Nog voordat jij begon was de vraag, of niet voordat jij begon, maar een beetje voordat je met je oefening begon, was de vraag, je had het over de NLP-opleiding of jouw combinaties als je nu maakt. En iemand vroeg, wat zijn de kosten van de opleiding en kan je hiervoor ook een vergoeding krijgen? Je krijgt geen vergoedingen. Ik ben nergens bij aangesloten, want daar geloof ik niet zo in. En de opleiding is 21 dagen, verspreid over een jaar, steeds op donderdag en vrijdag, ongeveer één keer in de maand een blok. En de kosten zijn 3250 exclusief BTW. Top, voor degene die dat vroeg, dankjewel. Even kijken, hier kwamen een paar mooie dromen. Dus één iemand zei, andere mensen zich weer goed laten voelen. Liefde voor de natuur. Liefde voor de natuur in. En om de mens, waardoor energie gaat stromen. Projecten Senegal en Mali met vrouwen en natuur. En hier zei iemand, mijn droom is om het hier thuis een plek te creëren waar mensen graag komen, zich veilig voelen. Ik wil hen vanuit mijn hart laten zien en ervaren hoe mooi ze zijn en wat ze kunnen. En die van binnen willen. Prachtig. Ja, mooi. Ja, mooi dromen. En hebben ze nu ook, kunnen ze dan nu ook, bewijsbreken, dit weekend daar al een stap in zetten? Daar ben ik dan ook wel nieuwsgierig naar. Want die droom is misschien voor in de toekomst. Maar wat kan je nu al doen wat hetzelfde gevoel geeft? Daar ben ik wel benieuwd naar. Of ze daar. Ja, nee, snap ik. Ja. Toen gaan we naar de keuzes maken. Het keuze te maken voelde zwaar, maar belofte maakte het lastig voor mij. En een aantal mensen zeggen dat het inderdaad zwaar was. Niet leuk, buik en verstandgevoel. Leuk bij hart en enthousiast gevoel kan niet wachten. Dus dat was het verschil tussen de beide kanten. Ja, leuk. Ik kreeg hier een vraag. Hoe weet je het verschil tussen je ego of je innerlijke criticus en je gezonde verstand voor het nemen van een beslissing? Mooie vraag. Ja, hele mooie vraag. Je ego en je innerlijke criticus, die vallen vaak samen. Ja, dus vaak is je innerlijke criticus rechtstreeks verbonden met je ego. Omdat die eigenlijk jou wil beschermen. Die heeft als drijfveer angst. En dat is ook vaak direct het onderscheid. Als je dat zware gevoel voelt, is er toch vaak angst. Hè? Als je alle jama's zijn eigenlijk je innerlijke criticus. En gezond verstand, dat is heel erg lastig, want waar is jouw gezonde verstand op gebaseerd? Als het gebaseerd is op beperkende overtuigingen, dan is het maar de vraag of het gezond verstand is. Dus ik heb dan toch liever dat je termen gebruikt als intuïtie of innerlijke mentor ten opzichte van je innerlijke criticus. En dat onderscheid is veel gemakkelijker. Want gezond verstand, is ook maar een mening. Ja. Hoewel gezond verstand ook, hè, als je het hebt over buikgevoel of je hebt natuurlijk ook je ervaring en je kennis. Hè, als van daaruit gezonde verstand komt, dan is het prima. Maar ook gezond verstand kan wel gebaseerd zijn op angst. Ja. En iemand reageert hier, een eerste stap zou kunnen zijn door dingen niet persoonlijk te nemen en inderdaad in beweging te blijven. Dat was een antwoord net op jouw vraag. En dan krijgen wij nog een vraag. Heerlijk dat de stappen zo gestructureerd zijn. Komt je innerlijke criticus ook niet voort uit belemmerende overtuigingen vanuit je jeugd? Jazeker, ja, eigenlijk alleen maar. Ja, je meeste overtuigingen die ontstaan van het moment van conceptie tot je zevende levensjaar. In die periode, dan word je geboren op de wereld en je kennismaking met de wereld. En je gaat naar school. En zeg maar die hele periode van conceptie tot en met je zevende levensjaar. Daarin bepaal je eigenlijk
hoe jij de wereld ervaart en hoe de wereld in elkaar zit. En op basis daarvan trek je een aantal conclusies. Op basis daarvan vorm je je overtuiging. Maar die begint altijd met een gedachte. Ik zeg ook altijd, de definitie van een overtuiging is een gedachte die je vaak denkt. Mooi. Dat is het enige wat een overtuiging is. Een gedachte die je vaak denkt. En omdat je dat denkt, dat trek je ook aan wat dat bevestigt. Of dan ga je geloven als dat bevestigd wordt. En sluit je uit wat dat niet wordt bevestigd. En doordat je als kind dan een aantal dingen bent gaan geloven en daarin bevestiging steeds hebt gekregen, is het gewoon iets wat je vaak hebt gedacht en bent gaan geloven. Ja. Dat gebeurt daar. En daarom kun je ook altijd weer iets nieuws gaan geloven. Als je dat weer van vaak denkt, dan wordt dat je nieuwe overtuiging. Zo werkt het, hè? Ja. Ja. Er zijn voor nu geen vragen meer, maar ik denk dat mensen ook gewoon heerlijk aan het schrijven zijn en bezig zijn met je stappenplan. Ik heb gisteren jou... eergisteren was dat inmiddels op het laatste Stroomversnellers event al gehoord van jou van welke stap kun je vandaag nemen. Ik vind het een topstap. Ik denk dat we iedere dag moeten bedenken welk kleine stapje we vandaag kunnen zetten om dichter bij onze droom te kunnen komen. Dus ontzettend bedankt voor het delen van je kennis en van je stappen. Jij hebt nog een e-book waar alle stappen in beschreven staan. Ja, ik heb een e-book geschreven waarin de Kiba Stepping Stones uitgewerkt zijn. En iedereen die zich heeft opgegeven voor dit webinar, die krijgt dat e-book gratis toegestuurd. Top, geweldig. Ja. En voor de mensen die er natuurlijk niet bij waren of pas later in zijn komen vallen, iedereen krijgt nog een replay. Dus dat is helemaal goed. Maar je wordt bedankt inmiddels, dankjewel voor je toelichting. En ook namens mij heel erg bedankt. Ik vond het een hele waardevolle avond weer. En we gaan binnenkort gewoon verder met deel 2. Ja, hartstikke leuk. Ja. Oké, leuk om dit te doen. Ja. En fijne avond. Ja, jij ook. En iedereen die gekeken heeft ook. Doei. Hoi.